Weer op zoek naar een onderwerp voor een nieuwe video? Bespaar jezelf tijd en moeite en bedenk en maak een videoserie. Of het nou 3, 5, 7, 9 delen is, het maakt niet uit. In deze video leg ik je uit hoe je snel veel content maakt. En ja, het past niet in één video, dus dit is ook een serie. Ik ben de videovakvrouw en ik help ondernemers om de video's te maken die met plezier en tot het eind toe worden bekeken door hun doelgroep. Wil jij ook video gebruiken om nieuwe klanten te bereiken? Abonneer je dan op dit kanaal, want ik help je verder. Alweer wortels. Ja, je moet elke dag eten en ongeveer elke week wel content maken. Werken met videoseries geeft je dan een manier om snel veel goede content te maken die je kijker week in week uit geboeid houdt. En daarna heb je voor altijd een fijne playlist op YouTube. De meeste problemen zijn niet op te lossen met één video, maar wel met meer video's. Eén tip. Ja, is eigenlijk geen tip. Maar met 5 tips in 5 video's geef jij je kijker een concreet stappenplan met positief resultaat. Dat betekent je doelgroep geholpen en jij in beeld als de vakvrouw of vakman die je bent. Deze is er eigenlijk vooral voor de mensen die denken dat één video steeds eigenlijk veel te oppervlakkig is, dat ze de diepte niet in kunnen. Maar in plaats van één video met 10 tips, maak je dus 10 video's met elke keer één concrete, uitvoerbare tip. En dan draag je dus wel iets bij, zonder aan de oppervlakte te blijven. Ik help jou om even te stoppen met die dwang van elke week een nieuwe video bedenken en aan de slag te gaan met een serie waar je je kijker en ook jezelf enorm mee helpt. Je begint met deze vraag. Hoe is het nu met de mensen in jouw doelgroep? Gaan ze goed of zitten ze even stil? Zijn ze aan het worstelen? Waar lopen ze op dit moment tegenaan? Hoe gaat het met ze? Ik weet bijvoorbeeld dat heel veel mensen graag met video willen werken, omdat ze weten dat het werkt. Maar A, ze willen niet de hele tijd over zichzelf gaan zitten praten. En B, ze denken dat video's maken enorm veel tijd kost. Nou, in deze videoserie geef ik daar een oplossing voor. En jij kunt voor jezelf ook zoiets bedenken. Ga er even rustig over nadenken of ga meteen door naar de volgende vraag. Wat kun jij mensen nu geven om één stap verder te komen? Concreet, nuttig, makkelijk te doen. En wees niet bang dat je te veel weggeeft of zo. Bedenk iets goeds met een bereikbaar doel. Als je daar nou even lekker over nadenkt, die 2 vragen en even oproept. Even navragen bij de mensen uit je doelgroep. Dan kom ik in de volgende video terug met de volgende stap in dit proces. Het bedenken en maken van een geweldige videoserie waar je doelgroep heel blij mee gaat zijn. Lekker over nadenken. Dan ga ik soep koken. En de comments staan voor je open. Werk je al met videoseries? Wat is je ervaring? Heb je een idee voor een nieuwe videoserie? Deel het alvast met ons. Ik ben heel benieuwd naar jouw volgende geweldige, boeiende, interessante videoserie. Ik zie je daar. Dag!